Het is maandagavond. Dit is The Music Corner. Marcel de Vet, Linde Laat en Erik van Vliet. Goedenavond, we zijn er weer. The Music Corner op maandagavond tussen 9 uur en 11 uur. En altijd een leuke gast. En die gast is vanavond, moet ik het even goed zeggen, Bas. Wil je zelf je achternaam even zeggen? Wiegmink. Wiegmink. Ja. Welkom Bas. We gaan straks met jou praten, maar we gaan eerst nog even naar muziek. Yeah.
written in the stars. Written in the stars. Written in the stars. Het is maandagavond. Dit is The Music Corner. Marcel de Vet, Linde Laat en Erik van Vliet. Maandagavond, goedenavond, welkom. We zijn The Music Corner tot 11 uur. En vanavond hebben wij een bijzondere gast. Het is Bas Wiegmink. Hij heeft een expositie, Continuous Communications. Dat gaat vrijdag 23 november om 19:30 starten in de hal van het gemeentehuis hier in Goorlen. Welkom in de studio voor de tweede keer. Dankjewel. En leuk dat je het gevonden hebt, dus hartstikke goed. Vanavond wordt de techniek gedaan door Marcel de Vet. En af en toe zegt hij ook misschien nog wel wat. En Linde Laat natuurlijk de presentatie en ook Robert Blom voor de extra toevoegingen. Dus dat gaat vanavond ook allemaal gebeuren. Bas, ik heb jou gegoogeld natuurlijk, zoals meestal bij de gasten. En ik vond het heel boeiend hoe jouw carrière verlopen is. In de zin van, ik vraag me af, als je dit werk maakt, hoe is dan dit tot stand gekomen? Want ik las dat je de kunstacademie gedaan hebt, of Fontys volgens mij. Hè? Ja, de academie in Tilburg. Ja. En ja, dan... Als er dan na een aantal jaren dit uitkomt, dan vraag ik, wat is er in de tussentijd allemaal gebeurd dat je tot hier bent gekomen? Nou, goeie, scherpe vraag gelijk. Ja, want daar is wel het een en ander aan vooraf gegaan. Want ik heb eigenlijk een hele tijd stilgestaan qua schilderen. Dus ik heb een tijdje na de academie aan mijn carrière gewerkt, een aantal jaar. En ben daarna eigenlijk wat anders gaan doen. En eigenlijk sinds een vrij korte periode, dus sinds een aantal jaar, ben ik weer volop aan de slag. Goed, dat is wel uit bepaalde ervaringen natuurlijk die je in het leven hebt opgedaan. En toen jij net klaar was met de kunstacademie, was jouw werk toen heel anders? Ja, heel anders. Dus bijvoorbeeld de mens speelde een hele grote rol in mijn werk. Die stond echt op de voorgrond. En eigenlijk, sinds ik het schilder weer heb opgepakt, heb ik eigenlijk vrij snel een grote vondst gedaan voor mezelf. Mm. Door een verhaal te vertellen over de mens, als je die zou willen vertellen. En je brengt hem juist niet in beeld, dan maakt dat het beeld veel sterker. En ja, goed, daar maak ik gebruik van. Dus ik maak eigenlijk gebruik van dat ik beelden maak. Eigenlijk over een beetje een... nieuwe wereld, waarvan we nog niet precies weten hoe dat die eruit gaat zien. Maar waarin de mens eigenlijk iets heeft achtergelaten op die wereld. En dat is wat ik in beeld probeer te brengen. En een van de belangrijkste dingen die de mens achterlaat op deze wereld is wel architectuur. Mm-hmm. En dat is een groot stuk van het onderwerp eigenlijk wat je in mijn schilderijen ziet. En als je jou niet kent verder, je weet deze achtergrond niet en je ziet alleen jouw schilderijen. Denk je dan dat mensen dat eruit kunnen halen? Nou, wellicht niet. Maar dat is ook niet erg, vind ik. Kijk, zo'n beeld staat toch op zich. En natuurlijk probeer ik de beelden te maken met een bepaalde boodschap. Mm-hmm. Dat zit er zeker wel achter. Alleen als mensen dat er niet direct in ontdekken. Maar gewoon kunnen genieten van de manier van schilderen of het kleurgebruik of de compositie, dat soort dingen. Ja, dan heb ik daar geen waardeoordeel over of hoe dat iemand kijkt naar dat schilderij. En krijg je daar wel eens terug, dat zal best wel, maar dat mensen je vertellen van hoe jouw schilderijen op hun overkomen? Of wat voor beeld ze daarbij hebben? Oh ja, zeker. Dat is het leuke altijd van exposities en openingen waarin je mensen ontmoet en die kijken naar je schilderij. En dan er dingen over beginnen te vertellen. Dat is heel leuk. Dan probeer ik altijd liever minder te vertellen. Dat je zoveel mogelijk terug hoort. Want daar kun je ook wat mee. Ook in de ontwikkeling van mijn eigen werk sla ik dat soort dingen op. En dan ga ik daar ook mee verder. Dus het is heel interessant om te horen wat andere mensen over je werk
denken. En komen er dan wel eens dingen uit die je denkt van, nou, dat is precies wat ik ermee bedoeld heb. Ik bedoel dat ze jouw verhaal daarin herkennen. Ja, ja, dus ja, dan moet ik ook wel zeggen, zeker mensen met een geoefend oog, om het dan even zo te noemen, dus die vaker exposities bezoeken of die ja, misschien ook wel dingen herkennen, omdat ze ook op plekken zijn geweest waar ik geweest ben in die afgelopen jaren, hè, waar ik mijn ervaring uithaal. Ja, goed, als ik dat, dan hoor je dat wel terug van die mensen die op die bepaalde manier kijken. Dat is leuk om te horen. Dus dan denk ik wel van ja, dan zitten daar dus dingen in van herkenning. En dan ben ik daar wel goed mee onderweg. Ja, dus het is eigenlijk heel belangrijk als kunstenaar dat je veel bij je eigen exposities bent. Dat je de reactie van de mensen, de bezoekers, dat je die hoort. Ja, belangrijk om... Ja. Als je dat vindt wel. Kijk, vind jij dat? Er zullen ongetwijfeld ook veel kunstenaars zijn. Want dat hoor ik natuurlijk om me heen ook wel eens. Die echt een hekel aan openingen hebben. Ja. En aan alles wat er omheen gebeurt. Maar ik vind het leuk. Ik vind het leuk om erbij te zijn. Ik vind het leuk om mensen te ontmoeten en erover te spreken. En ja, ervaringen te delen. Want heel vaak mensen die op exposities komen, maken zelf ook kunst. Hè, zijn er zelf ook mee bezig. Dus dat vind ik heel interessant. Ja, en waarom zou je daar een hekel aan hebben? Weet ik niet. Weet ik niet. Is ook niet mijn mening. Dus nee, ik kan er niks over zeggen. Ik ken mensen die gaan nooit naar de exposities van anderen. Of luisteren hun eigen muziek nooit meer na, zeggen ze. Als dat op cd of lp vinyl is verschenen. Of luisteren ook niet naar anderen. Dat vind ik heel curieus. Sommigen beweren dan, ja, goed, dat leidt af, dan zou ik te veel beïnvloed worden. Lijkt me. Ik vind het heel soort de presentie van jezelf. Ja, nou, dat is mooi bescheiden van jou, die opmerking. Maar de presentie van degene die maakt, is heel relevant. Nou, wat, niet om te showen. Maar nee, maar wat juist ook wel kan zijn. Kijk, iemand kiest natuurlijk binnen dit vak voor een bepaalde uiting van een mening of van een ervaring door dat beeldend te doen. En niet letterlijk op de voorgrond te treden en op een plateautje te gaan staan en te roepen wat hij wil. Dus die doet het op een andere manier. Dus ik kan me er wel iets bij voorstellen dat zo iemand dan, of veel mensen die dat op een andere manier doen, daar specifiek voor gekozen hebben om dat zo te doen. Ja, dan heb je aanstaande vrijdag, dan is de opening, hè, van de expositie. Mm-hmm. Mocht jij ook van tevoren zelf bepalen van wat dat voor expositie wordt? Of werden er ook richtlijnen meegegeven door de gemeente geworden? Nou, er is natuurlijk commissie komen kijken in mijn atelier. Ja. Dus die hebben wel gekeken naar de werken. Ja, het is dan denk ik meer hun beslissing om te zeggen van oké, jij mag bij ons exposeren. Mm-hmm. Op het moment als het werk hun bevalt. Ik laat me sowieso niet sturen. Nee, okay. Ik ben bezig met een eigen ontwikkeling en dat volg ik. En ja, goed, als iemand dat aanspreekt en leuk vindt. En, ja. Ja. Maar hebben hun de werken uitgekozen of heb jij dat zelf gedaan? Ja, uiteindelijk zelf. In overleg ook met mijn galerie. Galerie Helder in Den Haag. Dus dat is een belangrijk partij voor mij om mee te praten en over kunst te hebben. De galeriehouder komt ook wel in mijn atelier en dan hebben we het over kunst. Dus daar, ja goed, luister ik natuurlijk wel naar. Mm. Die maakt wel onderdeel uit van het proces. Dus, En het is nog nooit bij je voorgekomen dat je ergens bijvoorbeeld exposeert en dat mensen zeggen van nou, dit willen we niet, maar dat willen we wel. Ga je dan zelf zeggen van nou, dan kom ik niet, want ik wil dit exposeren. Blijf jezelf de regie altijd in handen houden. Dat heb je dus hier wel, de regie nou, helemaal. Maar laat ik het zo zeggen. Natuurlijk, in die ervaring is bijvoorbeeld ook de galerie, die kiest werken die ze wel of niet willen exposeren. Daar maken zij een keuze uit. Ik denk daar niet bij na bij het maken, nee. Nee, dus okay. Ik maak werken en uiteindelijk wordt die keuze gemaakt. En dan later kijk je wel van wat gaat er mee in de expositie. Ja. Dus er zitten natuurlijk ook doeken bij waarbij je zegt van ja, die selecteer je hier niet voor. Het komt nu wel voor dat bepaalde doeken die dus niet geselecteerd zijn voor de ene expositie,
wel van pas kunnen komen voor een andere expositie. Ja, dus, dat is ook heel handig natuurlijk. Ja, zeker. En Goorlen krijgt een enigszins alreeds gerenommeerd beeldend kunstenaar in huis. Nou, dank dat, vinden ze ongetwijfeld op een hele mooie plek natuurlijk. Want niet iedereen exposeert daar in het gemeentehuis. Nee, het is heel leuk dat daar natuurlijk gewoon mensen in en uit kunnen lopen. Ik doelde ook op de gemeente dan. Die zijn ook daarin heel... die willen dat representatief hebben in hun gemeente. Mm. En ja, goed, jij bent al reeds enigszins gerenommeerd. Als je in een gallery... noemen dat ook wel eens onerbiedig een stal of zo. dan dat werkt. Ja, nou ja, goed. Een galerie heeft natuurlijk, maakt keuzes vanuit een bepaalde ervaring. Ja. Dus wat dat betreft is het fijn om zo'n partij ook achter je te hebben staan. Ja. Want die doen het ook niet voor niks. En dat past in een bepaalde visie van zo'n galerie. Precies. En die hebben natuurlijk een bepaalde aanhang. Dus dat is, werkt allemaal goed. Ja, ja. Zij hebben ook natuurlijk andere kunstenaars. Ja. En vorig jaar hebben we geëxposeerd met meerdere kunstenaars op de kunstrij in Amsterdam. En ik had in eerste instantie ook niet zo goed in de gaten welke combinatie dat nou zou moeten worden. Want er zitten echt wel verschillende werken in. Mm-hmm. Alleen toen de presentatie klaar was, die stand. Mm-hmm. Toen zag ik echt wat die galeriehouder bedoelde. Mm-hmm. Dus dat is mooi om te zien. Hoe zeg maar dat van tevoren eigenlijk al bij iemand in zijn hoofd zit. Dat is ook een kunst, hè? Omdat zeker. Hartstikke leuk. Ja. Ja, we praten zo verder met je. Maar je hebt ook muziek uitgekozen. Ja. Ja. Marcel, heb jij de eerste die hij gezegd heeft? Of kun jij iets vertellen over? Ik heb drie liedjes klaarstaan. Pearl Jam, Black, Radiohead en Nova Star. Zo, een ruige kunstenaar. Met welke wil je beginnen? Nova Star is heel... heel eerlijk heel gezegd, dit zijn de wat rustigere nummers. Ja. Dan ben ik benieuwd wat je onder ruig verstaat. Maar. De mensen die mij kennen, die weten dat ik een enorme Slash fan ben. Okay. Dus, maar goed, die muziek die bewaar ik wel voor als ik hakken moet zagen. Hè, om nieuwe doeken te maken. Right. Maar dit is wel muziek om in een bepaalde sfeer te komen. Dus vandaar dat ik het heb uitgekozen. Dit heb ik wel vaak opstaan. En waarbij je dan kan gaan schilderen vanuit een bepaalde sfeer. Suggestie Pearl Jam. Wat is daar, waarom deze keuze? Sfeer. Dus je moet vooral ook niet naar de muziek luisteren dan om de tekst. Hè? Want dan zou dat een bepaalde inhoud gaan verraden. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het is meer een soort sfeer waarin je dan aan het schilderen bent. Dus vandaar die keuzes. En dan, ik werk vaak vanuit Spotify-lijstjes. Ja. Dus dan... Dan gaan we naar Pearl Jam luisteren. Ja, goed. Naar een andere muzikanten. Oké. Okay. Mooi. Kunstenaars. Touch, she's the place.
Spend my days with a woman and kind. Smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind, make a new start. Go to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair. Chances on a big jet plane. Never let them tell you that we're all the same. Oh, the sea was red and the sky was gray. Wondered how tomorrow could ever follow today. Mountains and the canyons start to tremble and shake. Children and the sun begin. It seems that the wrong of the gods got a punch on the nose and it started to flow. I think I might be sinking. Throw me a line if I reach you in time. Meet you up there and the path runs straight. You find the queen without a king. They say she plays guitar and cries and sings. La la la. Ride a white mare in the footsteps of dawn, trying to find a woman who's never, never, never been born. Standing on the hill in the mountain of dreams, telling myself it's not as hard. Marcel zit allemaal te wijzen en ik ben gewoon lekker eigenwijs. Oh. We hadden het net over jouw muziekkeuze. Ja. Heb je ook tijdens, als je aan het werk bent, muziek op staan? Ja, zeker. Ja, dus dat soort muziek. Hè. Dat is Pearl Jam met Black. En ja, echt muziek om in de sfeer te zijn. Maar dat kan echt wel heel wisselend zijn, hoor. Dus het kan gewoon een ethisch playlist zijn. En soms is het jazz. En soms weet ik dat ik heel geconcentreerd bezig ga zijn. Dus dan zoek ik echt op Spotify van die concentrate muziekjes op, weet je wel. Van die hele rustige piano. En soms ben ik dus gewoon dingen aan het voorbereiden. Dus dan moet er even een doek in de gesso. Nou, dan gaat er gewoon harde rockmuziek op. Dus, geen Frans Bauer? Nee, nee, die blijft buiten, ja. Die blijft buiten. Dat in ieder geval niet. En is het ook wel eens helemaal stil als je werkt? Heel af en toe. Nou, het is altijd stil, want ik heb meestal koptelefoon op. Ja, maar bij jou? Ja, nou zelden. Het komt wel eens voor dat ik toch weet van... Oké, nu heb ik van dan tot dan om dit werk te doen. En dan kom ik redelijk gehaast mijn atelier binnen. En dan begin ik wel eens gewoon gelijk. En dan denk ik na een kwartiertje... Hey, ik heb eigenlijk helemaal geen muziek opgezet. En dan, of ik ga dan door, gewoon met waar ik mee bezig ben. Want het is wel vaak zo dat als je aan het schilderen bent, dan raak je toch op, ja, in een bepaalde, hoe moet ik het zeggen? Moed. Ja, moed, energie. En dan, dan ga je gewoon verder. Dus je kunt er ook niet tegen, ik weet niet of je dan een telefoon aan hebt staan, maar als die gaat, als je aan het werk bent? Ja. Ik word niet zoveel gebeld. Dus dat valt wel mee, hoor. Dus, maar hij staat wel aan. Mensen kunnen mij gewoon bereiken. Maar... Ja.
weet niet waar. Met een hoofdtelefoon ben je wel wat meer closed off. Closed off? Maar goed, het is jouw ik heb soms niet eens door dat ik hem op heb, hoor. Okay. Maar het is gewoon een praktisch dingetje. Dus ik kan helemaal het atelier doorwandelen met dat ding op mijn hoofd. Ik hoor de muziek overal hetzelfde. Right. En als er iemand belt, dan kan ik er ook nog mee bellen. Dus, dat is ideaal. Lijkt wel reclame voor de koptelefoon. Ja, de draadloze. Ja. jouw schilderijen komen op mij ontzettend vrolijk over. Op de volgende vraag hoef je geen antwoord te geven. Maar is er iets wat bij jouw persoonlijkheid past of is het juist een tegenstelling? Nee, absoluut. Ik bedoel, ik sta heel positief in het leven. En het is ook wel een beetje de achtergrond van het onderwerp. Ja, want eigenlijk, als je het zo bekijkt, de mensheid is dus niet meer aanwezig in mijn plaatjes. Mm-hmm. Dus dan zou dat een vrij doemscenario kunnen zijn. De grap is alleen dat de wereld er echt fantastisch uitziet. Dus daarmee probeer ik ook een beetje dat doem-idee onderuit te halen. En dat is de tegenstelling ook die erin zit. Yeah. Want het mooie of de grootsheid van de mens, of al die discussies die nu op de tv gaande zijn in de politiek, van wat moeten we doen toch om deze wereld te redden? Yeah. Dat eigenlijk de natuur dat hef wel in handen neemt. Die gaat ervoor zorgen dat de natuur echt wel overleeft. Met of zonder mens. Met of zonder mens. Dat vind ik wel heel positief. Dus of ik zo positief in het leven sta? Ja, eigenlijk wel. Dus vandaar al die kleuren en die veranderingen die de natuur ook gewoon aangaat om te kunnen overleven. Wie zijn jouw inspiratiebronnen van schilderen? Schilders? Ja, dat vind ik moeilijk, want dat gaat ver terug, hoor. Dat schilderen, dat zit echt in mijn bloed. Vroeger ging ik met mijn ouders naar Krullenmuller. En dan chase je langs alle Van Goghs. En meerdere keren. En dat is echt in mijn hoofd gaan zitten. En een soort tweede natuur geworden om met verf bezig te zijn. Dus als klein jochie ook olieverf aangeschaft in een kistje naar de polder. En dan het plein air dingen schilderen. Dat heb ik altijd van kleins af aan gedaan. Ja. Dus wie is dan je inspiratie? Ja, dat doe ik continu om me heen doe ik dat op. Dus je gaat natuurlijk naar exposities, naar tentoonstellingen. Ik heb natuurlijk mijn docenten gehad op de academie. Dus ik ben een groot liefhebber van het werk van Reinhard van Vught. Nou, dan kom je natuurlijk Tilburgse school, Mark Mulders. Ja, dat zijn allemaal grote helden natuurlijk nog steeds voor mij. En dus dat is inspiratie. Maar ik haal het ook van nieuwe kunstenaars uit Amerika. Kim Dorland is zo'n schilder die ik bewonder. Adam Lee. Dat zijn nu echt de grote mannen waar we denk ik nog eeuwen over gaan hebben. Dus ja, die inspireren mij. Daar neem ik dingetjes van mee. Ik denk bewust, onbewust. Daar ben je mee aan de gang. Ja. Ja. Ik zag op jouw website ook een link naar Christiane Jorich. Ja. Yeah. En dat schilderij deed mij denken aan Monet. Ik weet niet of je dan weet welk ik bedoel. Het blauwe schilderij met bloemen. Bedoel je dan Little Boys Flora van mij? Bedoel je die link? Dat weet ik zo niet. Nee, het was een link naar andere kunstenaars toe. Oké. Kan het even niet plaatsen. Nee. Maar mijn vraag zou eigenlijk zijn, is er een schilderij van jouzelf wat jij vindt dat jou doet denken aan een andere kunstenaar, aan een bekende van lang geleden? Of niet zo? Oh, moeilijke vraag. Nee. Ja, nee. Nee. Nee, want ja, ik moet heel eerlijk zeggen, dat associaties met bepaalde kunstwerk of kunstenaars ga ik liever uit de weg. Dus mocht dat het geval zijn, dan zou ik dat zelf wel jammer vinden. Ja. Probeer wel iets vernieuwends en iets anders neer te zetten. Ja. Ja. Dat is dan soms ook de reden waarom
sommigen mij hebben toegevoegd van nooit naar exposities van anderen te gaan. om dat te voorkomen. Ja, ja. Een van de redenen dan, hè? Ja, dan moet jij zonder een eventuele andere reden op. Maar om niet gewoon... Terwijl uiteindelijk ideeën energetisch vrij uit rond, hoe zeg je dat, zwerven of zoiets. Ja, ja. Je ziet vaak wel zelfs pikken wij op. Ja, en ja. Er is verder helemaal... Als je puur genoeg zou zijn, als ik puur genoeg zou zijn, zou ik me dat niet zo aantrekken. Dan voelde ik mij niet... plagierend of zoiets. Want dan wist ik bij mij van mijzelf van... dat heb ik zelf ontdekt of geplukt uit de schatkamer van... Nou, dat is wel interessante materie. Want ik ben ook al lang werkzaam in de interieurbranche. En ja, goed, daarin zie je natuurlijk ook ontwikkelingen... op soort modegebied in interieur. En dat ontstaat dan altijd op meerdere plekken tegelijk. En dat vind ik altijd zo bijzonder. Ja, ja. En dat zie je natuurlijk overal. En dat zie je It is in the air, like the, radio waves. No, literally, somehow. Dat is heel interessant. Want soms is er aan te tonen dat mensen het van elkaar niet wisten. Maar toch ontstaat het. Ja. Ja. Ja, het is heel, maar ja, het gebeurt ook heel vaak als iemand geliefd is... of net heel veel aandacht krijgt... dat iedere stad ook die persoon gaat vragen. Hmm. Dat zie je met muzici, dat zie je met kunstenaars. Het bestaat. In bijvoorbeeld als voorbeeld... de retro-styling van Caro Emerald of zo. Hmm. En ineens hoor je andere dames... zeer verdienstelijk naar mijn smaak, die stijl hanteren... Het is dan in, het is in vogue en ze waren er al, maar heel... Het leeft op. Het leeft extra in. Ja. Het is niet zo dat ze elkaar alleen maar na... Ik denk ook wel dat dat komt, zeker in kunst, hè, waarin je toch ook bezig bent met een bepaalde inhoud. Die reageert op wat er op dat moment actueel is. Hè, er gebeuren allerlei dingen om je heen en daar word je door beïnvloed. En daar doe je iets mee. Dus ja, op die manier... Ja, kan het eigenlijk bijna niet anders, zou je zeggen. Nee. Dat er op meerdere plekken hetzelfde ontstaat, ja, dat zou kunnen. Werk jij iedere dag? Ja. Ja. En heb je dan ook echt dat je op bepaalde tijden bijvoorbeeld naar je atelier gaat en hem zo laat weer weg? Of kan dat wisselen? Ik heb natuurlijk bepaalde werkdagen en werkmomenten waarin ik bezig ben. Dat is meestal wel op mijn atelier, dus... He, dat dwingt jezelf ook om er gewoon echt mee bezig te zijn. Maar gebeurt ook nog wel eens dat als ik thuis ben... dat ik dan ook even mijn schetsboekje tevoorschijn haal. Of andere dingen doe. Je bent er natuurlijk wel de hele dag mee bezig. Mm. He, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat ben je erover na aan het denken. Je kunt het niet uitzetten. Nee. Nee. Onmogelijk. We gaan weer even naar muziek. Marcel, wat heb je klaarstaan? Nova Star. Mooi. Dat doen we dan. Oké. Okay. Dat is dan toch ook weer enigszins poëtisch. Absoluut. Ja. Ja. Nou. Sfeer, hè? Het gaat allemaal om sfeer. Ja. Ik ken mensen die vroeger, misschien is hun werk er wel, ook naar die luisterden naar heftige John Coltrane. Mm-hmm. En niet via de oren, dat ging door die hele ruimtes en zo. Ja. We gaan naar nu muziek. Nova Star. Your commander, it's your cadet. I'm only a rookie and you're a vet. And got this ship, it's kinda like my car. Your commander, new to the game, school survival. What's my name for this mission behind bars? But don't you know, it's getting kind of strange. Your Mars needs warmer, couldn't that be arranged? Oh, you best buckle up before you hit the roof. Cause Mars needs warmer. Woman too.
climb aboard with the speed of light. See the stars before it gets night. Hang on tight, Earth's gonna move. He's a commander, it's your cadet. I'm only trying, but not quite there yet. I got this cause it kinda seems so far. Don't you know it's getting kinda strange? Mars needs warmer. Yeah.
de Music Corner op maandagavond met als gast Bas Wiegmink. Bas, we hebben al verschillende onderwerpen aan bod laten komen. Je bent ontzettend veelzijdig, heb ik het idee. Binnenhuisarchitectuur kwam ter sprake en ik las ook nog dat je tekstschrijver bent. Nou, dat tekstschrijver. Het klopt er niet. Nee, dat komt als je je inschrijft bij de Kamer van Koophandel. Dan moeten ze je in een vakje plaatsen. En als scheppend beeldend kunstenaar val je dan onder het kopje tekstschrijvers. Oh, dus... Ja, dat plopt dan op internet in één keer naar voren. Maar ze is niks van waar. Maar je hebt ook met het boek Opvoeden, daar krijg je een punthoofd van... Dat heb ik ooit geïllustreerd, dat klopt. Van, ja, ja. Ja. Dus... goed. Naast schilderen vind ik tekenen natuurlijk leuk. Dus ja, en zodoende destijds tekeningetjes voor gemaakt. En is het een succes? Ik geloof het wel. Maar dat, de schrijfster is Jessica. Ja. En zij weet natuurlijk of dat een groot succes is. Ik heb destijds die tekeningen gemaakt. En dat was leuk om te doen. En put je daarin ook uit eigen ervaring? Of heb je dezelfde ervaring dat je van opvoeden een punt over krijgt? Nou, laat ik het zo zeggen. Toen ik die verhaaltjes las, toen herkende ik daar natuurlijk wel wat dingen in. En kreeg ik een beeld bij. Nou, dat heb ik op papier gezet. Zou je even iets meer willen vertellen over je expositie? Waar hij is, wanneer die geopend wordt, tot wanneer die doorloopt? Ja, vanaf vrijdag. Dus komende vrijdag, 23 november, vanaf 19:30. Om 19:30 is de opening in de hal van het gemeentehuis. Dus dat wordt geopend door de wethouder, Johan Swaans. En er zijn grote kleurrijke schilderijen te zien. vrolijk, hè? Dus geen doemscenario's of zo, maar gewoon gezellige, grote, vrolijke schilderijen. En ik hoop dat iedereen daar gezellig naar komt kijken. Want ik bedoel, het gemeentehuis, daar komt iedereen wel een keer natuurlijk. Ja, ja. En je kan er terecht elke maandag tot en met donderdag van 9 tot 5. En op dinsdag tot 7 uur zelfs. En op vrijdag van 9 tot 19:30. En dan hebben we op zondag 9 december een extra openstelling met een muzikale omlijsting. En dan ben ik er zelf ook. En dat is van 12 tot 3. Dus 9 december. Dat is ook heel leuk. Ja. Nou, ik denk dat iedereen die nieuwsgierig naar je geworden is door dit programma... echt moet komen kijken. Ik zou het zeker aanraden. En jij, Rob? Continuously communication. I will most certainly visit up. Ik zal dan ook zeer zeker komen. Ik weet alleen nog even niet wanneer. Dus, maar. Ik zal ook wel even wat meer vertellen over die titel dan. Dus iedereen die daar nieuwsgierig naar is, kom kijken. En ik vertel er wat over. Nou, super. We wensen je heel veel succes. Bedankt dat je hier was in de studio. Dankjewel. En graag nog een keer tot ziens. Oké, hartstikke bedankt voor de uitnodiging. Muziek. Is this love?
lokale omroep Goorle. De omroep voor Goorle en Riel. Dit is het lokale omroep Goorle regionieuws. Danval Bakeries in Riel moeten maatregelen treffen tegen geluidsoverlast. Als het probleem eind november nog niet is opgelost, dan gaat de gemeente Goorle weer handhaven. Het bedrijf zit momenteel ver in de blessuretijd, zo zegt burgemeester Mark van Stappershoef. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft weer metingen gedaan bij het bedrijf. Men had geconstateerd dat de ventilator en de afzuiginstallaties bij Danvo 4 tot 9 decibel te hard zijn. Dat probleem zou zijn opgelost, maar dat is nu toch weer niet gelukt. Er is wederom drugsafval aangetroffen in Goorle aan de Nieuwe Tilburgse Weg. De brandweer en de politie waren ter plaatse. De vaten werden ontdekt door de machinist van een graafmachine. De machinist was bezig met het maaien van de slootkanten. Een speciaal bedrijf is ter plaatse geweest om de vaten op te ruimen. En een Tilburgse opa is verdacht voor ontucht met 3 van zijn kleinkinderen. De man is 61 jaar en wordt genoemd Leonard V. Het zou gaan om kleindochters van 5, 7 en 8 jaar oud. De meisjes zijn volgens justitie 2 jaar lang misbruikt en ook verkracht. De man zit momenteel achter de tralies. Het is vandaag tamelijk bewolkt weer geweest. En vooral aan de kust waren winterse buien. De komende dagen is het eerst droog en ook soms zonnig. Maar later op de dag wordt het weer grijs en in het oosten en het noorden is kans op neerslag. In de regio Goorle en Riel komt de temperatuur overdag niet boven de 3 graden en de nachttemperatuur ligt om en nabij het vriespunt. Tot zover het lokale omroep Goorle regio nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomroepgoorle.nl. Zachtjes gaan. Als ik alles mag kiezen? Eigenlijk niets. Ik heb niks verder nodig. Niks? Niks. Niks! Jeetje. Tweepersoonsbed. Niks. Helemaal niks! Niks. Ik heb alles al. Ik hoef niks meer. Het meest gevraagde cadeau van Nederland, niks, is nu verkrijgbaar bij Greenpeace. Help mee onze aarde te beschermen en bestel niks op greenpeace.nl/niks. De zondag bij de lokale omroep Goorle is de kerkdienst. Uw buurman on air. New Country en The In It Live. Ha, 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 lokale omroep Goorle. De omroep voor Goorle en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl. Dit is de Music Corner. De Music Corner. De Music Corner. Omroep Goorle. Plunge the rays.